Waarschuwing, gevaarlijke spanning, ook na trekken van de stekker. Weet je niet hoe je hiermee om moet gaan? Begin er dan niet aan. Nadat ik op mijn website m-voorloper.nl alles geschreven heb over de reparatie van Metabo ASC30, heb ik daar ontzettend veel reacties op gekregen per e-mail. En ik heb er nu weer een en ik kan je nu laten zien wat het probleem is. Als je een kleine middengolfradio neemt, oh, ik moet even ruimte maken, want zodra je dan ook de stekker erin strikt. Nou, dit is dus wat je hoort. Dit is gewoon de schakelende voeding die ik gewoon echt niet op wil starten. Ja, en als deze hetzelfde defect heeft als alle andere, dan is dat gewoon een elkootje van 27 cent vervangen. En dan ben je er. Om deze laders open te maken, hoef jij alleen maar de voetjes aan de onderkant te verwijderen. Ik denk niet dat dat nou op de camera gaat lukken, want die zitten nogal vast bij sommigen. Na het verwijderen van de voetjes kun je overgaan tot het openen. Nou, die schroefjes moeten eruit. Daarbij zal je merken dat dit soort constructies met zo'n bitje, ja, daarmee kom je dus niet diep genoeg. Met twee M3 moertjes erin steekt het bitje net iets verder uit. En dan kom je er wel in. C110. Die moet je vervangen. Dan zou die het weer moeten doen. Nou, daar zit de nieuwe. Het is een Panasonic FC Elco. 470 microfarad, 25 volt. En we gaan hem nou testen. Het leven is soms zo simpel. Nou, dan kan hij weer dicht. Nou, de laatste test. Hij doet het.